Gewoon goed is een centrum, we noemen dat een participatiecentrum, waar iedereen met of zonder indicatie deel kan nemen om de eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Vandaag hebben we een open dag en we willen dit in de vorm van het lintje doorknippen officieel aftrappen. Super dat jullie er allemaal zijn. Tussendoor gewoon alle vragen stellen die jullie... Ik begeleid 1-op-1 mensen. Dat kan zowel vanuit een WMO-traject zijn als een UWV-traject. Mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt of tot de samenleving hebben, een plek bieden waar ze hun eigen ding kunnen doen. De ene wil direct aan het werk gaan, de ander wil simpelweg gewoon wat mensen leren kennen. En doordat wij heel veel dingen in huis hebben, kunnen we allemaal, al die dingen, kunnen we bieden voor ze. We zijn nu in de groepsruimte. Hier hebben we de workshops gehouden, hier kunnen activiteiten... Ik kom hier eigenlijk in eerste instantie toch om ontmoeting. Ik was vereenzaamd, ik was mezelf totaal verloren. Met de hulp van de organisatie voel ik dat ik toch weer de ruimte krijg om die dingen te ontwikkelen, ook tot mijn herstel toe. En dat begint aardig te lukken. Gewoon goed, het heeft mijn, dat jij ergens nog bij hoort. Dat je zelf kan zijn, dagritme houdt. Omdat ik tot de arbeidsmarkt ben afgekeurd eigenlijk. En toch een beetje bezig blijven en tussen de mensen blijven en noem maar op. Er is mij aangeboden om maandelijks een workshop te geven hier. Ik geef workshops in schilderen. Heel veel dingen die toch gerelateerd zijn aan verf. Sterk Brabant is met ons samen hier begonnen. Ze hebben eigenlijk het proces bewaakt en gestuurd. Procesbegeleiding ziet er bijvoorbeeld uit door het projectplan aan te scherpen, zorgen dat hun doelen gesteld zijn, maar ook de juiste partners erbij betrekken. Samen met de deelnemers rondom de tafel, pizza-bijeenkomsten met de gemeente, zodat zij echt centraal hebben gestaan. Maar ook dingen zoals vrijwilligersbeleid, communicatieplan, hebben wij mee samengesteld. Je moet je voorstellen dat het hier dagelijks een vorm van gekhuis is, waarbij ad hoc alle beslissingen genomen moeten worden. En ze hebben met z'n allen samen ons een rode draad aangeboden en die ook bewaakt. Waardoor we nu uiteindelijk die doelen die we toen gesteld hebben, mede hebben kunnen behalen. Ik kan me eigenlijk ook niet indenken als het gewoon goed er niet is. Want dan denk ik dat ik hele andere dingen aan het doen ben en nutteloze dingen, denk ik. In plaats van ergens mee bezig zijn en ergens bij horen waar je bij betrokken bent. Ik begin gewoon terug een beetje te leven. Ja, ja.